Nou, ik ben weer met mijn poesje. Ja, we hebben weer lekker gekookt. Dit was echt heel grappig. Maar dan met een Nou, we zijn in Leiden. You just give me a... Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Mijn maandag of mijn week begon niet zo lekker, want ik werd wakker en mijn hele keuken was overstroomd. De onderbuurman belde aan, waar in Heimsel dat hele zijn keuken is onderstroomd, overstroomd. Nou, in ieder geval, ik heb echt een kut ochtend. Ik wilde lekker gaan sporten in ijsbad. Nou, is allemaal niet gelukt. Ik ga zo meteen laten sporten, maar ik moet wachten op de loodgieter. En hij zou tussen 9 en 1 komen. Het is nu alweer bijna 2 uur natuurlijk. Dus dat duurt allemaal weer heel erg lang. En ja, ik zit er gewoon even doorheen. Ik vind het echt gewoon even een stomme dag. Ja. Dat heb je wel eens. Jongens, ik ben heel blij, want het is opgelost, loodgieter is geweest en het is gefixt. De vloer staat wel helemaal een beetje bol van de waterschade. Laat het zien nu, ja. Blijkbaar de vaten er aan, wasje zit erin, nou top. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb net even lekker een rondje gelopen en even wat gewerkt. En ik ga nu lekker in een ijsbad, lekker sporten met Bo. Echt super veel zin in, helemaal chill. Nou, daar gaan we weer. Het ligt weer lekker vol met ijsblokken. Schatje. Oh. En als je dan uit het ijsblok bent, dan moet je even bewegen. Oh, we hebben zo een lekkere training gehad. Echt, het geeft me zoveel energie. Het staat helemaal nergens op. Ik ben daarna zo. Ik mis een adem of een hap adem. Oh, ik moet echt bananenbrood maken. Oh mijn god. Er komt een brok. Ik heb een spraakgebrek. Fruitvliegjes af. Oh, ik moet dit. Ik ga niet nu bananenbrood maken. Ik ben alweer afgeleid. Ho, wait. Wat is nou aan het vertellen? Ik ging naar de Action of zo. Ja, ik ging naar de Action. Kijk wat ik heb gedaan. Dit is even helemaal georganiseerd. Ik ben benieuwd hoe lang het zo georganiseerd blijft. Maar dit was eerst één bom. En alles was op elkaar gepleurd. Nou, ik kon niks vinden natuurlijk. Nou, dat was eigenlijk ook in deze kast. Dus deze kast heb ik nu lekker dit draaiding. Dan kan ik gewoon al mijn dingetjes pakken. Nou, hier zijn wat dingetjes en daar zijn allemaal datjes. En deze kast heb ik ook even een beetje opgeruimd. Een beetje voorraadkast, want het was ook één drama. En deze, ja, is ook best wel opgeruimd. Dus ik ben weer even een hele blije. Ik ben helemaal weer een blije mij. Vuilniszakje kan weg. Ik ben lekker aan het werk. En ik ga even een matchatje maken. Want daar heb ik onwijs veel zin in. Ik ga lekker een courgettepasta maken. Met pesto en cottage cheese. Nou, lijkt me helemaal lekker. Dus ik ga even boodschapjes halen. Ik ben echt lekker in de vlog. Ik heb altijd iets, ik hou niet van dingen half doen. Dus of ik dat goed doe of niet. En dan heb ik nu zoiets van, het lukt allemaal even niet. Want het is een beetje too much. Dus dan doe ik het gewoon niet. Maar dat is ook niet helemaal de bedoeling. Ik moet het gewoon weer oppakken. Ik heb echt een goddelijk recept van TikTok. Met een pasta. Met cottage cheese, pesto, courgette. Pijnboompitjes, citroen. Het is lekker, het is fris. Smaakvol. Het is gewoon alles wat je wil. En ik ben zo inspirationless. Wat ik moet kijken, ik weet het gewoon echt niet meer. Oh, ik weet het echt niet meer. Ik ben nu maar Gossip Girl voor de 500ste keer aan het kijken. Ik ga het toch maar weer zetten. Ik ben bij aflevering 4 nu. Ik ben oprecht het vergeten dat ik het echt al 3 keer heb gezien. Nou jongens, ik ging gisteren weer schilderen en er is een toevoeging bij. Echt, hoe leuk is dit? Pas ik helemaal zo bij het interieur. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb echt een nieuwe hobby gevonden. Ik vind het zo, zo leuk. Vanmiddag ga ik naar Isabel. Want Isabel is op zichzelf gaan wonen. Superleuk. Helaas niet in Amsterdam. Maar wel ja, bij waar we vandaan komen. Dus ik ben echt mega, mega blij voor haar. Ik heb dit superleuke setje gekocht. Ze heeft daar volgens mij helemaal een beetje in goud en zwart. En dit is zo'n cocktail shaker. En ik ben nu lekker aan het werk. Wat dingetjes doen. Ja.
Ik heb gisteravond een bananenbrood gemaakt. Ik weet niet echt niet. Maar ik heb hem echt gemasterd. Zo lekker. Super zoet en er zit geen suiker in. Alleen zoetstof. En er zit heel veel proteïne in. Wacht, ik ga vertellen wat erin zit. 2 bananen. 2 eieren. Ik denk 100 gram havermout. Wat chiazaad. Zoetstof. 3 scoops proteïnepoeder. Collageenpoeder 3 scoops. Maar dat is echt optioneel. Vers fruit. En een beetje amandelmelk. En dat was het. Je moet er echt meer zoetstof in doen dan je denkt. Het gaat over een hele cake. Oh, zo lekker. Dus geen suikers in. Oh, en een heel klein beetje bloem. Ik denk 50 gram bloem of zo. Maar het is high protein, havermout. Mm. En bakpoeder niet vergeten. Het is echt een gezond ontbijt. En high in protein. Wat wil je nog meer? Nou, we hebben alle spulletjes. Ik heb even een leuk bloemetje gekocht. En dan gaan we er vandoor. All naked outfit, of course, as always. Dit was echt heel grappig. Want het is echt zieke file op de A10. Ik weet niet waarom, maar altijd staat er file op de A10. En er zat een bus achter mij. En die zat de hele tijd te toeteren. Hele tijd van, rij door. Het staat stil. Wat wil je dat ik doe? Het staat fucking stil. Hoe wil je dat ik doorrij? Zeg maar, hij zat gewoon heel geïrriteerd te doen. Zodat hij hier op de vlucht zo erna kwam. Dus ik dacht echt, ja, doe gewoon even rustig. We staan allemaal vast. Ik ga er nu opeens inhalen via de vluchtstrook. Ging hij dus inhalen via de vluchtstrook. Toen er short bij kon. Hij race echt vandoor. En daar de fucking geweldig. Komt er opeens een undercover politie uit de menigte. En die race er echt achteraan. Ik vond het echt geweldig. Ik dacht echt dikke vette karma. Gewoon, hij zat iedereen op te jutten met die kutbus. Doe gewoon even fucking rustig file, weet ik veel. En ja hoor, hij wordt gewoon gepakt. Lekker voor ja. Jullie weten hoe ik letterlijk al jaren fan ben van Naked. Ik shop er al jaren. Ik heb kleding al jaren. Ik doe er ook jaren mee, omdat de kwaliteit super fijn is. En ik heb weer een nieuw pakketje mogen ontvangen. En ik ga jullie laten zien wat ik heb uitgekozen, want het zijn allemaal weer geweldige items. Naked valt best wel groot. Daar moet je altijd rekening mee houden. Dus ik vind het soms nog steeds lastig met maten. Wat ik nou pas. Ja, ik ga het jullie allemaal uitleggen en laten zien. Ik heb nu ook al Naked aan. Ik heb natuurlijk een vaste kortingscode. Sarah V. Ik krijg altijd 20% korting. Linkjes staan in de beschrijving. Ze hebben echt weer geweldige items. Val voor de, ja, noem je dat? Voor de herfst. En ik heb het weer ingeslagen. Nou, we beginnen met deze superleuke broek. Kijk, deze broek. Echt een heerlijke, ja, jeans. Gewoon, ja, zit perfect. Mooi, leuke kleur. Everyday jeans. Ik heb deze maat 36. En dan deze superleuke topper op. En die is dan zo geript aan de zijkant. Ja, het is echt super basic allemaal weer. I'm a basic white chick. Maar ik hou van mooie basics waar je loon mee doen. En wat je dus kan combineren. Sieraden, jasjes. En dan net wat leuker kan maken. Maar dit shirtje vind ik trouwens echt niet basic hoor. Die is wel gewoon heel leuk. Dat, heel blij mee. Ik heb deze top trouwens in maat XS. En de broek dus in maat 36. Oké, nou daar ben ik weer met mijn basic top. Dit is gewoon een super chille top. Die je overal onder kan doen. Het is wel gewoon nog net een soort classy. Met zo. Het is wel gewoon echt mooi. Ik heb deze maat XXS. Zodat die echt mooi strak aangesloten zit. Ik ben er gewoon heel blij mee. En dan dus hier nog een basic top. Ik heb deze al in verschillende kleuren. Ook in het donkergrijs. En ik draag dit gewoon heel vaak. Ik vind dit gewoon heel chill. Maat XS. Dit is gewoon top. I love this. Nou, dan heb ik deze super leuke off-the-shoulder top. Deze is wel een soort... Oh, dat kaart ziet er echt niet uit. Leuker, deze is niet basic. Super leuk met van die knoopjes. Ik heb deze in maat 36. Hij zit ook best wel bij. In ieder geval goed. Echt ook leuk op deze broek eigenlijk. Heel leuk. Ja, dit vind ik echt zo cute en zo leuk. Het is echt helemaal de vibe die ik wil. I love it. Oké, dan heb ik echt deze super leuke top. Nou, van voor denk je echt, girl, what's going on? Maar kijk hoe leuk van achter. Dit is echt zo mooi. Echt, I freaking love dit. Ik wil echt deze top in elke kleur, maar ze hadden hem niet in het wit en in het grijs. Ze hadden hem in het zwart en in het roze. Het roze, nou, dacht ik niet echt mijn vibe. Maar ja, ik vind het zo leuk. Echt, hier kon ik er wel 100 van hebben. Zo leuk, zo blij mee. En ik heb deze in de maat XS of S. Ik ga even kijken.
XS. Ik heb deze in de maat XS. Nou, dan deze leuke top. Deze vind ik ook echt super, super leuk. Ja, gewoon in zwart. In maat S, denk ik. Ja, maat S. Want volgens mij was XS uitverkocht. Maar op zich is het wel een goede maat. Ja, ik vind het echt super leuk. Cute. Je hoeft er ook geen BH onder aan. Want het schijnt echt niet door. Helemaal leuk voor herfst. Leuk deze broek eigenlijk ook. Ja, dit is iets wat ik echt heel vaak zou dragen. Gewoon helemaal cute, helemaal leuk. Echt, yay! Nou, ik zag dus net super leuk dat het model hem ook andersom aan had. Dus je kan hem natuurlijk ook gewoon zo dragen. En dat je een open rug hebt. Of nou ja, open rug. Weer open rug. Dat is ook... Ja, ik vind het echt een hele chille, leuke top. Heel blij mee. Oké, on to the next. Dat is deze super leuke pantalon. En die heeft dan zo'n... een soort randje hier. Alsof het, I don't know, alsof het wat. Maar ik vind het echt heel leuk. En ik heb nu deze stopper bij. Het is eigenlijk een body. Maar ik dacht, ik doe hem even zo. Want anders zag je niet goed dat effect van dat witte randje. Maar ja, deze witte body is super chill. Het is gewoon een witte body. Ja, komt altijd goed van pas. Deze broek is in maat 36 trouwens. Best wel ja, perfect eigenlijk. Dus ja, chill. Maar ik vind hem leuker, die broek, om te dragen met een top dat echt een beetje zo is. Dus nou, dat... Dan heb ik ook echt een superleuk blazer. Dit is een cropped blazer. En hij is niet zwart. Hij is een beetje soort heel donkergrijs. Echt, ja, I love dit. Ik heb hem in maat 34, want de blazers van Baked valt altijd heel groot. Maar ja, ik ben echt helemaal in mijn korte blazer era. Ik vind dit echt fabulous. Ik vind het zo leuk. Het is net niet als kleur, maar ook zo niet. Hoeft het niet op elkaar te dragen of zo. En ik heb echt mijn nieuwe All-Time Fave tas opnieuw besteld. Ik heb deze tas al 2 jaar en hij is echt helemaal vies geworden. Ja, dit is echt mijn tas. Dit is ook echt mijn festivaltas. Ik heb deze altijd om. Echt heel vaak heb ik deze om. Nou, het staat eigenlijk met die blazer. Maar ja, en hij is gewoon lekker groot. Dat vind ik er super chill aan. En ik heb deze ook in verschillende kleuren. Ja, hier ben ik gewoon blij mee. Ik moest gewoon even nieuw, want voor mij zag er echt niet meer uit. Ik ga hem even pakken. Kijk, jongen. Kijk, hoe vies die is. Zit hier zelfs een vlek op die ik er niet meer uit krijg. Het is gewoon helemaal verlept. Ziet er gewoon niet meer uit. Dus het was even tijd voor een nieuwe. Nou, dan heb ik een super leuk jurkje. Dat is een little black dress. Tight black dress. Maar dan met een open rug. Heel mooi. Komt altijd van pas. Super classy. En dan zegt tegen de sale. Dus ik dacht, beetje blur er lekker bij. In maat S. Ik vind het echt heel leuk en heel mooi. En mijn body komt er helemaal goed in uit. Yay! En dan als laatst deze super leuke trui, jurk. Dit is zo'n oversized sweater. En ik dacht leuk met mijn cowboy boots eronder. Dit is gewoon echt zo'n heerlijk ding waar je in kan leven. En hoe leuk met van die boots eronder. Ik vind het echt helemaal vibe, helemaal leuk. Ja, ook lekker warm. Ik heb dus in maat S. Helemaal shit. Heel leuk. Nou, dit waren eigenlijk alweer alle items. Dus ja, heb je nog een nieuwe herfstkleding nodig? Wat waarschijnlijk wel zo is. Check Naked, want ze hebben echt geweldige dingen. Ze hebben ook echt heel veel leuke jassen. Ik heb echt wel heel veel Naked jassen. Dus ik mocht van stand niet nieuwe jassen kopen, want het was niet de kapstok. Maar gebruik je mijn kortingscode Sarah V en shop met korting. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer donderdag. Ik ga even een koffietje zetten. En vandaag ga ik lekker de hele dag thuis werken. Dus dan is het ook gezellig. Gisteravond had ik een holy shred. En ik had 16 kilometer hard gelopen. Daarna een leg day en daarna een super zware high rocks training. En mijn benen kwamen gewoon niet vooruit. Gewoon, ze kwamen gewoon echt niet vooruit. Maar het was wel even een lekker sportlesje. Ja. Eerst even een koffie. Om het lekker te beginnen. Wij hebben net even lekker gesport. Upper body. En ik had even die hechting maar ver... Hoe noem je dat? Ver... Hoe noem je dat nou? Ver... Verborgen. We hebben even lekker broodjes gehaald. Want dicht bij de sportschool zit echt super chille broodjes tent. Ik denk... chip à la cake. Welke was van jou? Ik twee zijn van jou. Oh. Ik twee van mij. Ik heb een broodje filet carpaccio. Hoeveel was je kwijt in totaal? 15 euro. 15 euro voor 4 broodjes. En kijk hoe groot. En de stand heeft 1 heel groot broodje. En ook een kleine bij. Ja, daarom. 4 broodjes, 1 grote. Kijk, dit is filet carpaccio. We kijken nu Schiphol Air. Is er nou? Ja, de moeite is
Ik kan hier zo slecht tegen dat hier, ik heb een bord gepakt en de hele tafel ligt al onder de kruimen. Ja. Sorry. En lekker een broodje geel. Ik ga even mijn handen wassen trouwens. Nou, ik heb net even wijn en Liefmans gehaald, want ik ben nu in een alcoholvrije tijd. Tot Hyrox. 6 weken ga ik geen alcohol drinken. Want ik wil gewoon top en topfit zijn. Dus dat heb ik even gehaald. En nu gaan we naar mijn broertje. Echt super lekker weer. Het is echt 28 graden. Ik heb ook lekker een jurk aan. Echt heerlijk. En mijn schoonzus heeft echt een helemaal leuk menu gemaakt. Het is echt heel leuk. Echt heel veel zin in. We hebben weer lekker gekookt. Dit is een vis. Wat voor vis is dit? Snoepbaars. Snoepbaars, gevangen door mijn broer. We hebben mossel. Een burrata salade met persik. En we hebben dus een pasta gemaakt. Nou jongens, open het maar allemaal. Seafood pasta. Oh. Yummy. Nou jongens, super, super kut en dom. Ik ben mijn goede vlogcamera. Vergeten mijn broer maar staan. Ik heb er nog één gevonden. Deze valt alleen wel bijna half uit elkaar. Maar dan kunnen we tenminste even vloggen. Gisteren was echt super gezellig. Ik ga nu even een koffietje doen met Thomas. Dat heb ik echt heel lang niet gezien. Dus, nou, gezellig. Nou, ik ben weer met mijn poetje. Get us back in the vlog. Ja, echt zo lang. Maar ik zweer, hoe lang hebben we elkaar echt 2-3 maanden niet gezien of zo? Echt. Nou, schande. Wij wonen heel dicht bij elkaar. Ja, en de grote grap is, we wonen denk ik echt een paar minuten van elkaar. Dus, ja. Helemaal gezellig. Zit even lekker bij de bekers van die hebben we nog genoeg tijd. Oh. Ga je filmen? Ja. Nou, ik hoor hem hoor. Nou jongens, we hebben net even gegeten. Ik heb de outfit aan, die moet dus in het roze. Want het is een ladies run voor alleen maar meiden. Ja, we gaan er zo meteen een hele keer rijden. Stan gaat ons supporten. En ik ben echt zo zenuwachtig. Nou, we zijn in Leiden. Stan is er helemaal klaar. Helemaal fout hier. Ja. Dames zijn zenuwachtig. Ja. Dames zijn een beetje zenuwachtig voor de run. Het is best koud nog. Nou, zag ik echt een snikje? Ja, maar ik leg hem de camera even in de auto leggen. Nee, dus, hallo allemaal, het is zaterdag. Middag al. Deze camera tieft echt uit elkaar, want het achterschermpje zit kapot. Oh, we zijn hier nu. Ja. We zijn nu onderweg naar Stan's ouders, want we gaan gezellig met de fam. Dat doen we voor Stan's vaders verjaardag. Maar we weten nog niet wat. Surprise. Dus helemaal gezellig. Gisteren, ja, avond was natuurlijk echt geweldig. Nou jongens, ik heb gewoon helemaal niet meer gevlogd hoe het was. Het was echt geweldig. Ik had hem in 58 minuten gerend. Dus onder het uur, dus daar ben ik echt heel blij mee. Dat was ook wel echt mijn doel. Om het einde wel een beetje te regenen, maar ja, helemaal goed. Ik heb wel echt heel erg veel buikpijn, maar ik weet niet of dat komt door, ja, door het rennen of zo, maar I don't know. Gisteravond begon het en nu nog steeds. Maar ja, dat in ieder geval was echt heel leuk om een keer mee te doen. En ja, ik ben heel trots op ons. Ja. Guys, ik heb mijn camera weer terug. Het is zondag en het is heel gezellig. Hebben we met Stan's familie gingen we bowlen. Daarna lekker uit eten. Dat was echt heel gezellig. En vanochtend heb ik een PFT gehad. Dus een soort test van Hyrox. Die heb ik verbeterd. Ik heb die, en nu was het, 3 maanden geleden of zo gedaan. Eind juni. Midden juni, eind juni. En toen had ik er 28 minuten nog wat over gedaan. Ik denk 28 minuten 40 of zo. En nu heb ik er 24 minuten en 13 seconden over gedaan. Dus we hebben toch wel weer 3-4 minuten sneller als toen. Dus dat is top. Verbetering. Heel blij mee. Nu ga ik even snel douchen klaarmaken. En dan ga ik even gezellig een drankje doen met Bo. Van ons groot weer andere Bo.